Weggooien is makkelijk, maar upcyclen is veel en veel leuker. In deze zesdelige upcycle-serie ga ik je laten zien hoe je de basismeubelstukken, tweedehands meubelstukken, kan omtoveren tot hippe en eigentijdse versies. En niet te vergeten, dit is heel goed voor je portemonnee, maar nog beter voor het milieu. Ik zit in de kringloopwinkel tussen de dressoirs en dat is niet voor niks. Ik heb namelijk op internet een hele toffe trend gezien en dat is de cupboardkast. En dat is een redelijk eenvoudig dressoir waarmee met latten een 3D-motief is gemaakt. En als je die kast in de juiste kleur schildert, heb je echt een eye-catcher in je interieur. Of niet? Het is een beetje groot. Ja, wat ik zoek is een dressoir met zo min mogelijk tierenlantijntjes. En ook een dressoir wat in de basis al een beetje stevig is. Bodymassage, die hoef ik niet. Volgens mij hè, zijn dit twee planken. Ja, dit zijn twee deurtjes. Het enige wat ik mis zijn de scharnieren. Ja, dat kan ik zelf wel regelen. Maar wat mij betreft is deze verkocht. Mazzeltje. En dan is het nu tijd om echt te gaan upcyclen. En om zo'n toffe cupboardkast te maken heb je nodig een tweedehands kast uit de kringloop. Of misschien een kast die je al hebt staan of van het internet. Je hebt nodig lijmkit, je hebt nodig verf met verfspullen, meubelpootjes, een verstekbakje en een handzaag. En de latten om dat toffe 3D-effect mee aan te brengen. Dit ziet er al degelijk en stevig uit. Hier word ik blij van. Ik heb de kast gekocht zonder scharnieren. En voordat ik verder ga met deze kast, wil ik echt zeker weten dat het goed in elkaar zit en ik alle onderdelen compleet heb. En als je nou een kast tegenkomt in de kringloop of op het internet en er missen wat onderdelen, je kan dat heel makkelijk in de bouwmarkt bijkopen. En wie weet, als je dan net even wat verder denkt, kan je die hele toffe kast toch meenemen. Dit ziet er gewoon echt al super goed uit. Gewoon een hele saaie basiskast. Maar dat is ook precies wat ik nodig heb. Het volgende wat ik ga doen zijn de latten voor dat 3D-effect afmeten en op maat zagen. En het leuke van werken met latten en een 3D-motief maken is dat je je creativiteit compleet vrije loop kan laten gaan. Dus hou niet vast aan een bepaald patroon, maar maak vooral wat je zelf mooi vindt. En de latten ga ik afzagen met het ouderwetse verstekbakje. Het is een oeroud hulpgereedschap, maar nog steeds hartstikke doeltreffend. En een verstekbakje kan je gebruiken voor verstek natuurlijk, maar het is ook een heel handig hulpmiddel om gewoon echt een rechte zaagsnede te maken. Dus je hebt recht, verstek, verstek. Nou, ik heb ze dus beide nodig, dus ik ga hem helemaal gebruiken. Om het mezelf een beetje makkelijk te maken, heb ik die verstekbak vastgeschroefd op de werkbank. En op die manier kan ik heel secuur werken en heb ik mijn handen alleen maar nodig om dat latje goed op de plek te houden, in plaats van het latje en de verstekbak. Het afzagen van deze latten kan je doen met twee verschillende soorten zagen. Een gewone houtzaag die je in ontzettend veel variatie kan krijgen. En een gewone zaag heeft de tanden naar voren staan. Dus op het moment dat je zaagt, dan duw je het materiaal van je af. Ik doe het met de Japanse trekzaag. En de trekzaag, dat zegt het al, daar staan de tanden naar mij toe. Dus op het moment dat ik zaag, trek ik het materiaal naar me toe. Waardoor ik minder kracht hoef te zetten. En waardoor ik dus ook secuurder kan werken. En zo gaat mijn 3D-motief eruit zien. Ik vind het al super tof uitzien. Alles is op maat, maar ik ga het nog niet vastlijmen. Want ik ga eerst de kast en de latten los van elkaar schuren en schilderen.
Dat doe ik expres, omdat door al die vakken wordt schilderen op een nette manier best wel lastig. Ik heb het raster afgetekend op de kast met potlood. En als ik zo meteen ga schuren en schilderen, ben ik eigenlijk mijn hele tekening kwijt. Dus wat ik ga doen, ik ga op de belangrijkste punten met een mesje eigenlijk een kras maken in het hout als streepje. En als ik zo meteen geschuurd en geschilderd heb, zie ik dat krasje door het schilderwerk heen en weet ik nog precies waar die latjes moeten komen te zitten. En het latje valt daar natuurlijk precies overheen, dus je gaat het ook niet meer zien als die kast af is. Alles is gescheurd en nu is het tijd voor het schilderwerk, kleur dus. De kleuren waar het op dit moment echt over gaat zijn warme, diepe, maar ook wel wat natuurlijke kleuren. En mijn kast gaat deze diepe oranje kleur krijgen, want zo'n kast moet ook een beetje opvallen en mag shinen in je interieur. Een leuke tip om je verfblik te bewaren. Dat stukje verf wat hier tussen komt, moet je gewoon gebruiken door er even wat aan de buitenkant op te kwassen. Op het moment dat je hem nu opwerkt, weet je precies welke kleur in het blik zit. Als de kastdeurtjes dicht zijn, zie je de binnenkant van de kast helemaal niet. Dus je zou het niet per se hoeven te schilderen, maar ik vind wel, weet je, als je een project aanpakt, moet je dat ook goed doen. Dat ziet eruit als warme broodjes uit de oven. De latten zijn droog, de deurtjes zijn droog en dat betekent dat ik die latten in motief op de deuren kan gaan plakken. De latjes ga ik vastlijmen met een high-tech lijmkit. En dat is een lijmkit met een hoge aanvangskleefkracht. Bijna een moeilijk woord. Dat betekent op het moment dat ik aandruk dat het gewoon gelijk vast zit. Maar ik nog wel een klein beetje kan verschuiven als het nodig is. En nu ben ik mezelf gewoon heel erg dankbaar dat ik die krasjes in het hout heb gezet. Want ik weet nu precies waar deze korte balkjes moeten komen zonder dat ik het opnieuw uit hoef te meten. De deurtjes heb ik even weggelegd, want de lijm moet even drogen en ik ga verder met het monteren van de pootjes. Hele mooie pootjes zelfs. Gaat er zo uitzien en aan de achterkant natuurlijk ook. Eén ding waar je echt wel rekening mee moet houden is dat bijna iedere muur een plint heeft. En dat je daarom het achterste pootje nooit helemaal bij de achterkant moet boren, maar net even 2 centimeter van de muur af. Zodat je dat kastje daadwerkelijk tegen de muur aan kan schuiven. Dat was het laatste pootje. De lijm is inmiddels droog en dat betekent dat de deurtjes er ook op kunnen. Ja, het kastje is helemaal af en voor mij is upcyclen zo ontzettend leuk om te doen. Het is hartstikke goed voor je portemonnee, het is ook nog eens duurzaam. En ben je benieuwd aan welke meubels ik nog meer mijn handen vuil heb gemaakt? Hou de kanalen van RTL Wonen in de gaten.